Opnieuw is er een Nijmeegse fabriek die giftiger is dan toegestaan. De Nijmeegse ijzergieterij stoot 10 keer zoveel giftige stoffen uit dan mag. Bovendien stinkt de fabriek erger dan toegestaan. De provincie Gelderland heeft het bedrijf, dat beter bekend staat als Nijg, daarom een dwangsom van 100.000 euro opgelegd. Het bedrijf is het er niet mee eens. Volgens directeur Martijn Toonsen is de uitstoot zo laag dat het niet eens verplicht is om te meten. Vlakbij de ijzergieterij ligt asfaltcentrale APN, die in opspraak raakte toen bleek dat de centrale veel te veel giftige stoffen uitstootte. De ijzergieterij heeft van de provincie 3 maanden gekregen om de problemen op te lossen.